Het is de vijfde dag van mijn fietsreis. Ik ben nu in de buurt van Darmstadt met mijn camping. Je hoort op de achtergrond de snelweg, of misschien zijn er meer snelwegen. Daar hoor je van bovenaf de vliegtuigen van de flughaven Frankfurt. Het is een prachtige streek. Ja, zondag. Dan is het 4 september, Heidelberg. Ja, ik moest het toch wel even een opname maken. Ik ga dus nu de Neckar omhoog. Dus dat is deze kant op. Het is wel een spannende dag. Ik ga namelijk fiets in het onderwissen. Ik weet nog niet waar. Ik heb maar geen camping. Ik heb weinig te eten, want vandaag is zondag en alle supermarkten zijn dicht hier. Het is nu de derde keer dat ik op een camping zit. Waar de autobaan vlak in de buurt is. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar goed, dat geeft eigenlijk alleen maar aan wat ik zelf wel observeer. Namelijk dat Duitsland, Nederland ook, dus zeg maar West-Europa, in hoge mate wordt gedomineerd door de auto en de daarvoor gemaakte straten. Ik zit over te denken om een soort terroristenbeweging op te zetten die dus als eerste vijand heeft niet de staat of een regering of weet ik veel wat voor instantie, maar als vijand heeft de auto. De auto dood. En dan zien we dan maar verder. Weg met alle auto's. Deze reis begint iets met me te doen. Ik weet nog niet precies wat. Want ik ben nu een week onderweg en nu nog twee, misschien wel drie weken waarschijnlijk. En ik denk van. Gisteravond zat ik nog te denken, het streven van de mens naar het volmaakte. We zijn een van de grootste, of de grootste fouten die het menselijk wezen heeft ontwikkeld en nastreeft. Volmaaktheid bestaat helemaal niet. Maar toch is het een richtsnoer geweest van het ons, met name westers denken, te beginnen bij Platon met zijn ideeënwereld. Het zo goed mogelijk doen? Nee, het is altijd een beter. En dat levert enorme frustraties op. Dat is gewoon. Ik kom op deze gedachte omdat Hölderlin eigenlijk de meest vooraanstaande uitgesproken voorbeeld is van een dichter, een kunstenaar die zich
dat hij vermarkt heeft en het streven naar heeft bezighouden en daar aan toe onder is gegaan. Natuurlijk. De toergemeester zou Thomas Bernhard zeggen. Wat wil je anders als je zoiets nastreeft of je je noodlot er ontkoppelt, ja dan ga je aan ten onder. En die volmaaktheid en het ideaal en het goddelijke wat de mens nastreeft. Niet doen. Dit is dus na de bezoek bij de Wasseretten en ongeveer 900 kilometer fietsen een van de doelen geweest die ik nu bereikt heb bij deze fietstocht, fietsreis. Kirchbüchner is een laatste rustplaats. Het interessante is dus dat de dichter die ooit riep van vrede aan de hut en oorlog aan de paleizen, die nu in een van de rijkste omgevingen van de wereld, namelijk Zwitserland, namelijk Zürich, woont, is begraven. Dat maakt het een beetje cynisch. Ik heb in... Wanneer was dat? Begin de jaren 90 van de vorige eeuw. Daar spreken we over. Een toneeltekst geschreven, die heet Tyfus. En die speelt zich eigenlijk in die kamer naar boven af. Namelijk in de nacht voor zijn dood. Onvolprezen meesterwerk, uiteraard. Het is opgevoerd in het voormalige amfitheater. Met in de hoofdrol Arie de Mol. Ik speelde zelf ook mee. Ik speelde gek genoeg Lens. Maar het gaat zo meteen beginnen. Het is echt een heel mooie film. Ik heb vandaag een pittige dag gehad. Veel regen. Wat zeggen we dan? Ze zeggen iets. En die muziek is zo fantastisch. Le Mépris de Jean-Luc Godard. C'est tout de suite sur Arte. Nog te zeggen dat ik zit even naar mezelf te kijken. Ik ben best wel gezond. Ik heb geen fysieke bezwaren. Bezwaren behalve dan dat ik vaak moe ben als ik die heuvels op moet klimmen met die bagage. Dat is wel frustrerend en demotiverend, maar voor de rest gaat het echt heel goed. Na 2 weken. Het leven buiten vooral. Ik weet het niet. Ik vind het echt schitterend. Schitterend hoe dat werkt. Ja, hallo. Het is 15 september, ik ben in Vogesen beland en ik heb mazzel, want ik heb een huisje gehuurd wat heel goedkoop is, 5 dagen en 46 euro per dag. Het is eigenlijk, het is gewoon een huisje, kijk maar. En een terras, een gezon en een zwembad als ik er zin in heb, maar nu op dit moment niet. En het is gewoon een schitterend terrasje erbij. Lekker buiten zitten roken. Ik ben nu in Waldersbach, in de Vogesen, in Frankrijk. Waldersbach is de plek, de plaats van handeling.
van Willem Lentz van Kirk Buchner, die hij in 1836 schreef, op basis van documenten en brieven en dagboeken en aantekeningen van de pastoor Oberlin. En deze pastoor Oberlin, die had hier zijn pastorie. Op 20 januari liep Lentz door de bergen. Hoge hellingen bedekt met sneeuw. In de dalen grauwe steen, groene vlaktes, rotsen en sparren. Het was kil. Het water ruiste van de rotsen en sprong de weg over. De takken van de sparren hingen zwaar neer in de vochtige. Ik ga straks dus vertrekken. En ik ben wel blij dat het nu afgelopen is. Of dat ik het eind nader van deze reis.